Met mij gaat het heel goed. Ik lig goed op schema en ik heb geen klachten. En ik denk dat ik optimaal op voorbereid. En, het is afwachten straks voor de wedstrijd hoe de tegenstanders rijden. En, want dat is namelijk ook wel behoorlijk bepalend. Maar ik heb gewoon goed voorbereid en ik zit gewoon goed in mijn vel en het gaat gewoon heel lekker. Ja, voor mij is het sprint inderdaad wel het mooiste nummer of het belangrijkste nummer. Ik had de luxe om te kiezen tussen drie titels. Een Keirin-titel, teamsprint of een sprinttitel. Dan zou ik toch kiezen voor een sprinttitel. Maar ik heb niet die luxe. En met een WK zeg ik altijd, als ik gewoon met één titel naar huis ga, dan ben ik gewoon meer dan tevreden. Maakt niet uit welk onderdeel. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met tegenstanders. En daar moet je ook gewoon een beetje proberen op in te spelen. Op hun krachten en op hun zwaktes eigenlijk. En, maar ik denk dat ik wel de benen heb om voor een wereldtitel te gaan. En om een wereldtitel te winnen. Alleen als er iemand veel beter is, ja, dan kun je er weinig tegen inbrengen. Sprint is inderdaad het koningsnummer. En, afgelopen jaar werd ik wereldkampioen sprint en tweede op de Keirin. En dat heb ik liever dan andersom bijvoorbeeld. Ik denk dat ik wel favoriet ben. En, je kunt eigenlijk pas echt zeggen na de kwalificatie van het 200 meter voor de sprint. Dan kun je pas echt zeggen hoe de verhoudingen liggen. En wie er echt goed in vorm is, wie er niet goed in vorm is. En zelfs dan nog kun je een dag later in de finales nog kunnen de verhoudingen weer iets anders zijn. Dus eigenlijk kan ik pas zeggen, na de WK Sprint kan ik pas antwoord geven op je vraag van wie gaat er winnen of ga je voor goud of ga je meedoen voor goud. Ja, kan ik pas antwoord op geven na de wedstrijd.